Elke dag rijden we voorbij aan tientallen bedrijven. Maar heb je je al eens afgevraagd wat er precies achter de bedrijfsmuren gebeurt? Onze reporter houdt halt in Overpelt. Hij heeft er een afspraak bij CEO Roel Smets van Alders Transport. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in transport van staalrollen, toelevering van minerale grondstoffen en internationaal afvaltransport. Hallo, ik ben Roel Smets, eigenaar zaakvoerder Alders Transport. Ik ga u vandaag voorstellen aan ons bedrijf. Hier komen we direct in het hart van onze zaak, de planningsafdeling van de internationale huifwagenafdeling. Ah, nous sommes transport Alders. Oui, en effet, et nous avons reçu une ordre. Het bedrijf Alders Transport op dit moment heeft een 400-tal trekkers die wij allemaal op dit scherm kunnen volgen. Kijk, dit is eigenlijk een beetje de schaal van Europa. Je ziet dat wij echt wel internationaal transport uitvoeren. We zitten hier in Boedapest, Hongarije, we zitten hier in Bratislava, Wenen, Graz, Linz en zo. Eigenlijk doorheen heel Duitsland. Ja, dat wel, want dat is een wel serieuze trip. Wel, dus hier zie je het balie of loket van de chauffeurs. En de chauffeurs krijgen hier hun instructies voor de volgende opdracht. Krijgen hier hun sleutels overhandigd. En natuurlijk de nodige, noodzakelijke papieren die ze voor de opdracht nodig hebben. Hier zijn we dus bij Alders Zuivercenter, onze onderhoudswerkplaats, waarin wij herstellingen doen voor eigen wagens, maar ook voor wagens van derden. We hebben ongeveer een 20-tal mechaniciens die dus dag en nacht klaarstaan om onze wagens op de baan te houden. Zeer recent nam Alders het transportbedrijf M. De Peyre uit Assen over. Die overname werd mee mogelijk gemaakt door een kapitaalparticipatie van LRM. Met de overname zet Alders Transport vooral in op de verdere uitbouw van haar internationale activiteiten en krijgt het een stevige voet aan de grond in Frankrijk, waar M. De Peyre als transportbedrijf altijd zeer actief is geweest. We zijn hier op de site van Aperam, producent van roestvrij staal in Rollen. Ja, een van onze oude getrouwe klanten, waar wij een zeer hechte samenwerking mee hebben, waar wij al jarenlang een soort van strategische partner zijn in de logistieke ketting. Langs mij is mijn broer Christophe. Christophe is verantwoordelijk bij ons voor alles wat het operationeel management betreft. Dat is eigenlijk de COO van de groep. We bevinden ons hier in de laadhal van Aperam. En we gaan eventjes kijken naar het laden van een staalrol. Je ziet ook direct door het gewicht heel de wagen zakken. En we hebben ook speciale wagens, dus met een coil goat noemt dat, dus met een keul eigenlijk, waar dus de rol voor de ladingszekerheid vast in ligt. Die kan er niet meer uit. En ook tegen de stalen palen van voren, dus voor de ladingszekerheid, zodat de rol bij het remmen niet kan bewegen. Ik ben zeer trots op ons groeiverhaal van de laatste jaren. Een groeiverhaal kan natuurlijk ook niet zonder de medemensen, de medewerkers bij ons in het bedrijf. Ik ben blij met hun inzet, met hun motivatie, met hun loyaliteit aan de firma. En ik hoop natuurlijk dat ik op deze mensen nog beroep kan doen op de volgende jaren bij onze uitbouw van onze firma.